Zoals bekend is Noord-Nederland minder hevig getroffen door de coronapandemie dan de rest van Nederland. Dus gaan we maar eens bellen met een transportondernemer uit Noord-Nederland. We hebben contact met Hoekstra Sneek. Aan de andere kant zit Christine Lieklema aan Nijholt, directeur. Van harte welkom. Ja, dankjewel. En ik heb mijn kookwekker, befaamde kookwekker inmiddels, ingesteld op 5 minuten. En die starten nu. Christine, ik heb een beetje gekeken op jullie social media en op Facebook zag ik de ene na de andere nieuwe truck die jullie opnamen in het wagenpark. Gaat het zo goed momenteel dat er allemaal nieuwe trucks nodig zijn? Nou, de eerlijkheid is natuurlijk dat we die ook allemaal vorig jaar besteld hadden. Er zit er nog een redelijke levertermijn op. Maar gelukkig gaat het ook best heel goed. We hebben het heel druk. In alle eerlijkheid hebben we inderdaad momenteel recorddruktes. Qua aantal orders ook die we mogen vervoeren. Dus daar zijn we in deze tijd heel erg blij mee. Dat wil niet zeggen dat wij het op lange duur niet gaan merken. Maar op dit moment hebben we het best gelukkig heel druk. Ja, ik zag jullie doen veel voor retail en webshops. Ja, nou, draait dat goed? Klopt. Maar jullie doen ook automotive. Ja, klopt. Gaat het ook zo goed? Het zijn met name de webshops die gewoon echt recordomzetten boeken. Die soms ook echt verdubbelen qua aantal orders. En dan moet je denken aan sanitair. Hè. Mensen zijn massaal aan het thuiswerken geslagen. Dus die zijn ook veel aan het klussen, merken wij. De tuin wordt opgeknapt. Dus spullen voor in de tuin, tuinmeubelen, sanitair, douchewanden. Nou ja, eigenlijk alles wat mensen bestellen. Grote spullen. Kwetsbare spullen vaak ook. En die mogen wij voor onze klanten afleveren. Oké. Nou, dat klinkt heel goed. Ja. Ik zag ook een initiatief dat heette Sneek Bezorgd, Hoekstra Verzorgd. Wat is dat precies? Klopt. Nou goed, natuurlijk zeker toen het allemaal, hè, als je dan net die berichten allemaal hoort. En je ziet ook wat het doet met zo'n stad als Sneek, hè, met de binnenstad van Sneek. Mm-hmm. Hier zitten gewoon veel hele mooie ondernemers. Maar ja, de binnenstad is gewoon bijna leeg, zoals alle binnensteden in Nederland momenteel. En we zeiden van ja, het zou toch wel mooi zijn als je natuurlijk straks, als we een half jaar of een jaar verder zijn en we hopen dat alles weer een beetje bij het oude is, dat die hele binnenstad nog wel wat levendig is. Hè? Dus wat kunnen we doen om die mensen te ondersteunen? Nou, we hebben toen een actie gestart. We zeiden van nou, koop lokaal. Hè? Dat proberen we natuurlijk allemaal als te stimuleren. En laat dan eventueel de dingen bestellen. En wil je de deur niet uit, kun je de deur niet uit, dan kunnen wij het voor jullie bezorgen. Ja. De eerlijkheid is dat er nog niet heel veel gebruik van gemaakt is. Hadden we graag iets meer gewild natuurlijk. Maar ja, uiteindelijk zie je toch ook wel dat de kleine boodschappen halen mensen dan toch vaak zelf ook weer op. En de restaurants en dergelijke hebben vaak natuurlijk ook hun eigen mogelijkheden al, hè, om er rond te brengen. Maar we hebben er wel heel veel positieve reacties op gekregen. Dus dat is wel, we moeten wel met elkaar wat doen, vind ik. En ik hou er ook wel heel erg van om het toch om te zetten waar mogelijk in iets positiefs. Ja. En dat zie je ook dat het dat werkt hier ook echt wel. Oké. In Noord-Nederland is de pandemie wat minder hevig dan in de rest van Nederland. Betekent dat eigenlijk ook dat jullie als bedrijf daar minder last van hebben? Tenminste, je vertelt dat het redelijk goed gaat. Komt dat misschien doordat je in Noord-Nederland zit? Nou, onze opdrachtgevers zitten wel gewoon door het hele land. Hè. Dus deze opdrachtgevers zitten eigenlijk ook gewoon in Brabant en in de Polder en in Venlo. En dus wat dat betreft, door het hele land heen hebben we die verschillende opdrachtgevers wel. We merken wel dat wij bijvoorbeeld eigenlijk op dit moment geen zieken hebben door die corona gerelateerd zijn. Mm-hmm. En dus wat dat betreft, we zijn natuurlijk al heel vroegtijdig, zeg maar, hebben we wel de maatregelen ook genomen volgens het RIVM. En daarmee, toen was er eigenlijk wat dat betreft in het noorden nog niet zoveel aan de hand. Ik denk dat dat wel positief gewerkt heeft. Oké. Kun je ook positieve kanten zien aan deze tijd? Zie je binnen het bedrijf of binnen je klantenkring, zie je daar mooie ontwikkelingen? Ja, ik vind wel dat we nu, er is een enorme saamhorigheid. Hè? Dus mensen hebben wel echt zoiets van, we hebben een prachtig familiebedrijf, 90 jaar. En we zullen toch kijken dat we deze tijd met elkaar doorkomen. En dat zie je ook bij klanten wel ontstaan, vind ik. Je ziet natuurlijk ook, vind ik nu, dat de MKB'ers, hè, dus die mensen die gewoon ook zelf ervan afhankelijk zijn, die proberen natuurlijk allerlei dingen te bedenken om gewoon ook maar door te kunnen blijven werken. En je ziet gewoon ook heel veel nieuwe ideeën ontstaan. En dat is denk ik ook wel het mooie van deze tijd. We zien sowieso natuurlijk de voordelen van dat we digitaal, zoals nu ook, hè, met elkaar kunnen overleggen. Ja. Ik ben nu zelf bij TLN bestuur ook betrokken bijvoorbeeld. Nou ja, dat is toch prachtig dat je dat allemaal digitaal kunt doen en dat je daar niet een paar uur reistijd voor nodig bent. Maar dat zie je ook bij andere initiatieven. Hè. Mensen, klanten, we hebben veel meer contact van goh, even afstemmen. Hoe gaan we doen? Hoe gaan we dingen oplossen? En ja, je bent met elkaar denk ik toch wel creatiever. Je gaat toch in een ander standje. Versnelling, zeg maar, om te kijken van goh, wat kunnen we hier nou aan doen? Wat kunnen we nou proberen om dit toch om te zetten in iets positiefs?
waar het mogelijk natuurlijk. Hè? Want ik begrijp ook heel goed, er zijn natuurlijk ook sectoren die, ja, die willen wel heel graag, maar die hebben gewoon zoveel stilstand dat het gewoon heel lastig is om daar nog iets positiefs van te maken. Ja. Je zei je hebt contact met TLN. Zijn jullie als TLN en als bestuurders ook al bezig om vooruit te kijken van hoe gaan we straks uit deze crisis weer verder en gaan de dingen echt concreet veranderen? Ja, nou goed, dat zijn natuurlijk ook allerlei zaken. Dat weten jullie ook. Er spelen heel veel dingen momenteel ook wel. Hè, van de, op dit moment was er, tot nu was er... Hij is heel klaar, veel... maar ga vooral verder. Er was een vraag naar chauffeurs natuurlijk. Hè, hoe gaat zich dat nu ontwikkelen? We vinden het ook heel belangrijk. En TLN heeft daar ook een hele mooie actie voor gestart. Om de chauffeurs ook gewoon de waardering voor het vak, zeg maar, om dat ze ook bij te brengen. Ja. En dat ook gewoon in de publieke opinie heel erg naar voren laten komen. En dat is volgens mij tot dusver best heel goed geslaagd. Dus dat is ook een pluim voor onze brandweerorganisatie, denk ik. Oké, heel goed. Dankjewel voor dit gesprek. We zijn door de 5 minuten heen. Dik zelfs. Dankjewel. Goed, succes met je programma. Ja, dankjewel. Jij met het bedrijf.